en ik kreeg een brief van de buurman in de brievenbus. Dat mijn laserlamp, die moet nou weer lager. Ik heb hem al lager. Dus ja, ik begrijp dat even niet. Want hij schijnt bij hem in zijn ogen. Begrijp ik ook niet. Want ik heb deze kant op. Lang zal je leven, lang zal je leven, lang zal je leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Mianne, leven hoog, ja, leven hoog. Zo, lieve vrienden, een hele, hele goede middag bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds vrijdag. Ja, en de hoeveelste, dat weet ik niet eens. 8 december, ja. 8 december en we leven om 14:43. Ik ben wat later dan eigenlijk gepland was, maar dat heeft zo zijn redenen. Ik moet opschieten, ik moet de meisjes uitlaten en we zouden naar Marianne toe. Ja. Want die was gisteren jarig en ik heb gisteren helemaal vergeten om te zingen voor haar. Ja, dus dat gaan we straks bij haar zelf doen. Dat lijkt me wel zo leuk. Ja, ik heb ook een kerstkaart geschreven voor haar en haar zoon Maurice. Dus ja, is hartstikke leuk. En ja, ik moet de meisjes dus nog uitlaten. En ik kreeg een brief van de buurman in de brievenbus. Dat mijn laserlamp, die moet nou weer lager. Ik heb hem al lager. Dus ja, ik begrijp dat even niet. Want hij schijnt bij hem in zijn ogen. Begrijp ik ook niet. Want ik heb deze kant op. Dus hoe en wat, ik weet het niet hoor. Maar het zal. Ik zal hem wel, ik ga hem eerst verdraaien. En als dat niet helpt, dan ga ik hem morgen daar wel weer weghalen. En haal ik hem naar deze kant van de pergola toe, want ik heb hem nou ertussen, omdat ik het niet voor elkaar kreeg. Maar dan probeer ik het morgen wel goed te doen, want ik ga niet in het donker te hannissen en ik moet straks weg. Dus ja, dat gaat het niet worden, buurman. Nee. Dat gaat mij echt niet lukken om dat vandaag los te halen. En dat gaat het hem echt nou niet worden. Nee. Moet je er nog maar een avond tegenaan kijken. Ik kan er ook niks doen. Maar ik meen dat je aan deze kant de bank had. Dus ja, hoe moet dat dan wezen dat het in je gezicht schijnt? Dat weet ik ook niet. En hij schijnt hier ook in mijn huis. Hè? Dat doet hij alle jaren. En je raakt eraan gewend, weet je. En het is maar tijdelijk, hè. Het is maar, laat me zeggen, 2 maanden dat je er last van hebt. Totaliteit. Dus ja, ik weet niet. Maar in ieder geval, ik ga mijn best doen daarin. En meer dan dat kan ik niet doen. En anders moet ik het zelf maar doen. Nou, beter dat ik er moeite mee heb om dat op te hangen en vast te zetten, et cetera. Nou, hij weet ook dat hij in mijn tuin kan komen. Dus ja, moet hij het zelf maar doen. Ja, toch? Ja. Hij is mans genoeg. Hij weet precies hoe die voor hem schijnen moet, dus ja. Maar in ieder geval, sorry buurt, ja. Ik probeer aan alles wat te doen. Ik probeer het te regelen, maar als het mij niet lukt, dus, ja, dan, jij weet precies hoe het moet, ik niet. Ja, ik weet niet wanneer die bij jou in huis schijnt. En ik meende dat die ook niet in jouw huis schijnt. Maar ja, wie ben ik? Ja, maar in ieder geval. Het komt hopelijk goed, maar vandaag gaat het er niet worden, dan enkel bijdraaien misschien, maar voor de rest niet. Nee, want ik moet weg. Ja.
Dus ja, lieve vrienden, ik ga mijn jas aantrekken. Mijn rollator staat hier al klaar en we gaan er vandoor. En ik zou zeggen, geniet gewoon gezellig mee als we naar Marianne toe gaan. Ja, we gaan met z'n allen zingen voor haar. Zo is dat. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje mee. Doei! Hey, lieve schat, van harte gefeliciteerd met je verjaardag en nog vele jaren erbij. Goede gezondheid mogen we hopen. En in een betere tijd dan dat we nu leven. Ja. En ja, ik zou gisteren al voor je gaan zingen, maar ja, ik denk, wordt helemaal vergeten ook. Maakt niet uit. Ik denk, dan doe ik het toch nu. Ja. Dus. Nee, ja, maar ik ben blij dat je er bent. Ja. Lang zal je leven, lang zal je leven, lang zal je leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Marianne leven hoog, ja leven hoog, Marianne leven hoog, ja leven hoog, ja hoog, ja hoog, zij leven. Nou, geweldig. Dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel, lieverd. En ik heb hier een heel mooi cadeautje. Ik hoop dat ze er blij mee zijn. Ik denk dat het is breekbaar. Oh, ja, en breekbaar. Alles is goed. Dank je. Goed vast. Ja, uiteraard. Goed vast. Oh, schattig. Ja, ik zag er al dat je erop Ja, dat maakt niet uit. Ik ben altijd blij met plantjes. En dat weet ik. Ja, dat weet ik. Ja, schattig. Heel lief, dankjewel. Graag gedaan, schat. Ja, leuk. Schattig. Ja. Heel lief. Ik vond hem begin november al hartstikke lief, want toen stonden ze er ook al. Ja, leuk. Ja. Dan heb ik er ook al eentje cadeau gegeven aan mijn schoonzusje. Ja, leuk hoor. Schattig. Ja, waarom? Ja, hij is hartstikke leuk. Hij is echt leuk. En dit ligt er gewoon los in. Ik denk, jij hebt er al twee erin. Mijn schoonzusje had er maar één erin. Leuk. Hé! Hey! Ik hoor een bekend geluid. Hé! Hey! Oh ja! Zo'n vester denkt, er gaat wat gebeuren. Hé hey, man! Ja! Oh ja, kind! Oh godje, dikkie doosje! Ja! Wacht, je staat je bankje zomaar hier ook. Hé? Dan gaat er toch niet meer in. Nee, ga jij er niet meer in. Dus ik had hem daar staan, ik moet wat plantjes kwijt van de kerstman daar. Nou. Ga je er helemaal niet meer in? Nee. Het is jammer dat ik er geen ruimte voor heb. Nou, dat komt wel weer hoor. Ja. Ja, kind. Ik heb dat ding al vanaf de vorige eeuw. Zo dan. Maar oké, lieve vrienden. Wij gaan aan een gebakje en een bakje koffie. Dus ik zou zeggen, wij gaan gewoon hier genieten, toch? Precies. Dat ja, dus geniet maar met ons mee. Ja. Ga lekker even een bakje koffie. Doei. Doei, doei. Hé, hey, lieve schat. Dan zijn we weer even bij elkaar. Ja, we hebben een lekker wijntje gehad. Jazeker, de hypotheker. Hij is leeg, een klein beetje erin. Ja, gaat ook even op. Lekker toch? Lekker, 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 lekker. Welke is ze gaan? Ik wou jou bedanken voor deze gezellige uurtjes. En bedankt voor je wijntje en je gebakje en je koffie en je gezelligheid en je liefde. Altijd, hè? En je weet dat ik van je hou. Ik hou van jou, schat. Mooi zo. Dat ik ga weer naar huis. Yes, want mijn diertjes zitten ook alleen. En die zitten op me te wachten. En ik denk zo, maar dat kan de halve kamer weer in jou. Zodra die me hoort, wil die de kamer weer. Ja, maar dat is ook logisch. Dus, ze zeggen lieve schat, dankjewel voor alles. En tot andere week, want dan kom je bij mij. Ja. Nou, ik vond het heel gezellig dat je er was. Weet je, een 1-op-1 is toch wel heel leuk, hè? Ja, dat ook. Ja. Maar soms is het toch wel leuk als er meerdere bij zijn. Ja, maar ik vind dit ook leuk. Ja. Ik hou ervan. Leuk. En ik vond het leuk dat je er was. Dank je wel voor graag gedaan, lieve cadeautje. En ja, ik vond het gewoon leuk. Gewoon leuk samen zijn, toch? Is helemaal goed. En okay. Zo is het ook fijn. Ja, toch? Ja. Is ook zeker. Dat hoor
horen. Ja, een oud en nieuw komt er. Ja, vuurwerk, hè. Ja, vuurwerk. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, en ook Marianne, die zal dat zeggen, denk ik. Ja. En tot de volgende ronde. Doei, doei. Oké. Hey, fijne avond, lieverds. En ik vond het daar gezellig gewoon. Ja, daarvan. Oké, toch, toch. Ja, en toen waren we weer thuis, lieve vrienden. Ja, dat het was weer heel gezellig bij Marianne. Ja, ja, al zaten we maar met z'n tweetjes. Maar ja, dat kan de pret niet boeien. We hebben het gezellig gehad, we hebben het even fijn gehad. Het was liefdevol, het was fijn om samen te zijn. Ja, en we hebben genoten van elkaar en met elkaar. Lekker wijntje erbij op een gegeven moment. Helemaal toppie, ja. Ik had dus die lamp eventjes verdraaid, maar stond nou naar mijn zin te ver naar de weg toe. Ja, oh, daar is niks, weet je. Moet wel op mijn huis blijven. En zover ik het heb kunnen zien, schijnt er niks bij hem naar binnen, bij de buurman niet. Dus ja, als hij er nou nog last van mag hebben, dan komt hij zelf maar en dan draait hij hem zelf maar zodanig dat hij wel goed staat. Maar ik wil hem wel op mijn huis hebben en ik zelf, ja, ik zit nou tegen de post van de deur aan te kijken en daar zit die lamp achter, dus ik zie hem niet. Maar rijd ik ietsje naar voren, dan zie ik hem wel, maar ik ben er al zo aan gewend, weet je. Ik kan er gewoon tegenin kijken en ja, ik weet niet. Kijk of jullie hem ook zien. Groen en rood. Ik wil ook nog even inzoomen. Moet ik wel ergens zien. Daar ja. En verder of ver ken ik niet. Nou ja, dat ga je ook in mijn huis zien. Je ziet het op het raam ook. Ik doe weer even terug. En dan ga ik me even omdraaien. En dan moet ik me eventjes omdraaien. En dan ga ik even zoeken waar ik het hier zie. Ja, daar al. Af en toe is. Ja, je ziet het op de muur als je het goed kijkt. Oh, inzoomen. Als je heel goed kijkt, zie je het op de muur verschijnen. Ja, nou, daar heb ik geen last van hoor, ik weet niet. Ja, ook in de keuken zie ik het zelfs verschijnen. Het is zo nu en dan eens. Ja, ik heb er totaal zelf geen last van. Dus ja, dat dus. En ja, ik weet niet in wat voor een bui de buurman is. Als die chagrijnig is, ja, dan ben ik ook wel licht. Maar dan nog, weet je. Het is leven en laten leven. En het is maar een tijdelijk. Het is niet het hele jaar door. Dus ja, geniet van je leven, want het duurt maar even. Geldt voor iedereen. Geldt voor mijn lieftallige buurman. Ja, ik hou even goed wel van je hoor, buurman. Ja, maar ja. Het is gewoon, ga door met je eigen leven. En dat geldt voor iedereen. Voor Jan en alle man. Voor Sinterklaas, voor Piet, voor de kerstman, voor iedereen. Geniet van het leven, want het duurt maar even. En vooral in deze periode waar we nu in leven. Haat en nijd, wees lief voor elkaar. Geniet met elkaar. En zint jou iets niet. Mijn buurman die dat doet het ook. Hij heeft het nou per brief gedaan. Maar ja, praat met elkaar. Lukt het de buurvrouw of de buurman of weet ik van wie het zelf niet, terwijl het wel in diegene hun of zijn of haar tuin is. Help dan. Kom. Poort is dat open. Kom op en help. En doe desnoods even zelf. Ja. Althans, bij mij kan dat. Ja, ik ben de moeilijkste niet.
En ik denk dat er meerdere mensen zijn die op hulp zitten te wachten van buitenaf. Help elkaar en geniet met elkaar. En is er eentje armer dan dat jij bent? Oh, diegene is een keer lekker in huis. Waar twee of drie kunnen eten, kunnen er ook meerdere eten. Er is altijd wel een prakje over. En de ene die gooit het weg. De ander die gooit het bij de gracht neer aan de eenden en andere vogels. Zodanig dat er ook ratten erop af kunnen komen. En daar ben ik op tegen, want zo lok je wel ratten... het centrum in of de wijk in of wat dan ook. Nee, geef het dan alsjeblieft weg aan iemand die minder verdeeld is dan dat jij verdeeld bent. Ja, ik draag die boodschap ook heel graag uit van ja, heb je wat te veel? Geef het aan iemand die het minder hebt dan dat jij het hebt. Ja, doe niet zo moeilijk. Wees makkelijk. Maar oké, lieve vrienden, geniet ze. Met alles. En ja, ik ben dus nou laat met, nog later met eten dan, nee, valt wel mee. Hoe laat leven we eigenlijk? 18:41. Ik neem eerst even een droog broodje, want ja, jullie weten waar ik last van heb. Het is die maag. Verder markeer ik niks. Het is die maag. Ik weet niet wat ik daarmee heb. Maar in ieder geval even een droog broodje. En ik ga eventjes bij mijn kersttakken verder. Want ja. Die wil ik toch ook nog eens even afmaken. En als die af is, ja, dan laat ik het natuurlijk jullie ook eens zien. Ik leg daar nou verhopeloos in het hoekie. En daar ook, hier in het hoekie. Dus we gaan er even weer mee aan de gang. De balletjes erin. En de verlichting erin. Die zetten nou een bak met vuilnis erop. Zo ziet hij er nou uit. Dit ligt allemaal los. Ligt allemaal los. Dus ja, dat gaan we er even in doen. De verlichting gaat erin. En dat mag buiten. Het is zo'n bakje dat buiten mag. Dus ja, dan gaan we even nog mee aan de gang. Gang. En als die klaar is, laat ik het jullie zien. En ik weet nog niet waar ik hem hang. Aan de buitenkant van de tuin of aan de binnenkant van de tuin. Ik denk toch wel aan de binnenkant. Want als ik het aan de buitenkant ga doen, dan moet het toch even wel wat kleiner wezen. Bij wijze van spreken, die takjes die daar hangen, leggen. Daar even nog wat in en dan kan dat desnoods buiten hangen. Je begint met wat kleins en je eindigt met wat groots. En je eindigt zonder verlichting. En je begint met. Je begint zonder verlichting en zonder duur spul. En dat hang je naar buiten neer. Wordt het gestolen, heb je pech. Dan is dat weg. En dan is er geen armoedtroef. En hier komt iets meer in. En ja, dat hang ik toch wel, denk ik, binnen neer. Ja, we zien het nog wel. We zullen het wel beleven. Dus ik laat het jullie straks wel zien. Tot later. Zo, lieve vrienden, ik heb de takken klaar. Want ze zijn daar niet meer. Nee. Moet nog wel opruimen. Ze hangen nog buiten. Dus we gaan even kijken. Kijk, en dat zijn die nieuwe lampjes. Allemaal hertjes. Dat is ook leuk. Ja. Allemaal hertjes. Auw. En ja, klik. Nou, dat gaat vanzelf aan en uit. Dat gaat op de AB allemaal. En dat gaat ook vanzelf uit. Ja. Ook met een dat blokje wat ik jullie binnen had laten zien. Maar kijk eens hoe leuk. Net sterretjes. Kun je uit elkaar halen. Dus het is eigenlijk meer verlichting dan 20. Dat is eigenlijk 1. Komt dat 1 staafje vandaan. Leuk, hè? En hoeveel er eigenlijk in zit, ik heb niet geteld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zit er erin. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
En dan 7 keer in 1 lampje. Nou, stel uit. Leuk, hè? Dus je hebt in principe meer verlichting dan 10 lampjes. Omdat er zitten er 7 in 1 lampje. Nou, geweldig. Ik ben er blij mee. Ja, nou ja, dat doet het niet meer, hè? Nee. Ja, die brandt. Geloof ik. Ja. Er zit een lichtpuntje in. Die flikkert. En ja, die doet heel zielig. Die doet het heel zielig. Die daar doet het heel zielig. Die doet het zielig. En die doet het zielig. En die doet het ook helemaal niet. Dus, dan gaan we weer naar binnen. Dan kon meer wind opzetten. Gosje, die cadeautje. Nou. Ja, je kind. Ja, hé. Ja. Ja. O ja? Is het waar? Is het echt waar dan? Gaapje doen, hè? Als je moet gapen, moet je gaan slapen. Ja? Ja, lieve vrienden, ik ga nou eindelijk eventjes daar de troep opruimen en thee maken met verse gember en een broodje eten. Hier. Ja, moet je nog wat eten in ons lichaam hebben, hè? Vrouwtje had eerst dat gedaan. Ja, dat moest wel gedaan worden. Dan ging dat opruimen. En dan kan de tafel morgen opgeruimd worden. Kijk, beginnen met kerstcadeautjes inpakken en onder de boom te leggen. Ja. Ja. Echt waar, hè? Ja. Echt waar. Ja. Dus dat gaan we allemaal doen. Ja. Daar staan nog kaarten klaar. Die moet ik nog eventjes wegbrengen naar mensen op de gracht. Dus komt ook helemaal goed. Hé? Ja nou? Ja. Och, och. Hebben we het zo zwaar. Waarom zit je te trillen? Doe normaal. Doe normaal. Zit je wat te trillen? Nog even gaan wij mee trillen met jou. Ja, onze vrienden en vrouwtje ook. Gaan we helemaal mee trillen? Ja. Potverdikje. Hé? Potverdikje. Dan krijg ik een knipoog van jou. Oh, dat is ook lief. Hé? Nou, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen een hele fijne, liefdevolle avond. En tot later. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, om nou afscheid te nemen van deze dag. Want er komt weer een nieuwe dag aan. Ja. En tenminste, die gaan wij weer tegemoet. Ja, en zo komen we ook steeds dichter bij de kerstdagen aan. Iedere dag weer één voorbij. Ja. Maar we gaan eerst nog naar buiten toe. De meisjes moeten er nog uit en die ga ik zo meteen uitlaten. De vlog die is bezig te renderen, te editen, weet ik veel hoe we dat allemaal noemen. In ieder geval opslaan naar mijn computer. Daarna, als dat klaar is, kan ik hem naar YouTube brengen. Maar hij moet eerst hier met me klaar wezen en ik vind dat wel. Hij is klaar voordat ik vertrek, maar ga ik hem niet naar YouTube brengen. Nee, laat de boel staan. Er is nobody. Niet om deze tijd. Hé. Hey. Nee, no peniendo. Echt niet. Het is een dikke pie bijna 1 uur, ja. Het is 00:58, dus even rustig doen. En er komt niemand aan, hoor. Maar ze ziet het weer spiegelen. Kan ik ook niks aan doen. Nee. Maar in ieder geval, lieve, lieve, lieve vrienden. Ik zou zeggen, welterusten. Slaap lekker. Met mooie dromen. En weer gezond uit je bed zien te komen. En moet je morgen boodschappen doen, dan doe je dat lekker, want het is morgen zaterdag. Is er een markt bij je in de buurt, ga je daar ook lekker naartoe. Ja, geniet ervan met hetgeen wat je doet. En ik zou zeggen, hou gewoon ook vol goede moed. En jullie weten het allemaal, onze lieve Heer, onze God, die houdt over ons allemaal de wacht. En daarom zeg ik,
graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!